Heb jij wat te doen aanstaande zaterdag? Nee? Heb ik een leuke tip voor je. Aanstaande zaterdag, 14 september dus, is de eerste editie van een nieuw muziekfestival. Blije Oor heet het. Kijk. Het is in Schorrel en omgeving. Op 3 verschillende locaties spelen allemaal bands met heel diverse muziek. En jij kan erbij zijn. Helemaal gratis. Kom lekker luisteren of dansen. Of doe een drankje met wat vrienden. Hapje erbij. Hartstikke leuk. Wil je weten waar je moet zijn? Hier, bij Good Old Honky Tonk aan de voet van het Schorrelse Klimduin. En hier, bij barrestaurant De Blauwe Baviaan, relatief nieuw in Schorrel. En hier, bij Kunst in Schorrel, het voormalige Klein Zwitserland, nu verhuisd. En laten we even naar binnen gaan. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Welkom. Dank je. Hoi, Patricia. Hoi. Kom verder. Dank je. Ja, hallo. Kijk, dit is mijn allerliefste en mijn vrouw, Mirjam Effing. Wij doen dit project samen. Ah, hallo Mirjam. Hallo. Hi. Wat voor muziek kunnen we hier verwachten op het Blije Oren Festival? Ja, wij hebben zaterdag, hè, de 14e, hebben wij hier een tweemansband, een bluesband, met zo'n hele leuke mondharmonica. En die spelen blues traditionals, maar ook, hebben ook eigen werk. The Man Unplugged heten ze. The Man Unplugged. En moet ik me dan een soort singer-songwriters voorstellen? Nee, nee. Wat ik zeg, zij spelen traditionele blues. En ze hebben ook wat eigen bluesnummers. Ja. Klinkt leuk. Ja, ja. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Hey, jullie liggen hier best een beetje, uit de loop zal ik maar zeggen. Niet in Schorrel Centrum. Zeker. Hoe komen de mensen nou hier? Nou, toen we dit festival gingen organiseren, had Hein direct het idee, we schakelen de zonnetrein in. He, die loopt, ook omdat we duurzaam zijn, loopt die op zonne-energie. En zo kunnen mensen van veraf, vanaf de binnenstad, kunnen ze hier komen. Ze stappen in het centrum van Schorrel op de trein. Op de trein is ook muziek. En die rijdt hier continu. Hier word je afgezet, dan keert hij weer terug, kun je weer instappen. En die blijft continu rondjes rijden waar je mee in en uit kan stappen. En daar zijn we dus heel blij mee, zodat ook de mensen hier kunnen komen. Wat een fantastische oplossing. Dat vonden wij ook. En wat voor muziek speelt er op de trein? Dat is een verrassing. Oh, tipje van de sluier? Oh, leuk. Wordt heel leuk. Nou, op naar de Blauwe Baviaan. Zeker. Oké, dag. Dag. Tot ziens. Nou, waar is die baviaan? Hi. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor bands gaan er spelen in de Blauwe Baviaan? Dat is de Exist en dat is een Alkmaarse band. Ze spelen vele soorten muziek, maar hoofdzakelijk ook Beatles en Pink Floyd. En wat het bijzondere maakt aan deze band is dat het enorme, mooie, goede muzikanten zijn. En wat het heel bijzonder maakt is dat het vader en dochter is. Dochter zingt. Oh, leuk. En niet onverdienstelijk. Pink Floyd met een vrouwelijke zangeres. Dat moeten we hebben. Wauw. Uit Alkmaar zeg je? Ja. Ja, dus het is een festival van grotendeels bands uit de regio? Ja, het is alles is regio gericht. Is het een terugkerend festival? Ja, het is de bedoeling dat het minimaal 3 keer per jaar plaatsvindt. De eerstvolgende is nog in ontwikkeling, maar zal volgend voorjaar zijn. En dat is met Santikoren. Santikoren is natuurlijk, zijn grote koren die het levenslied verkondigen. Die gaan ook met de zonnetrein rondreizen en het publiek kan mee. En dat wordt echt een spektakel. In het najaar willen we er weer eentje hebben. En wat daar het. Dat weten we nog niet precies. Dat moet nog ingevuld worden. Blijft een verrassing. Blijft een verrassing, maar wel een leuke. Wat voor tunes kunnen we hier verwachten in de Honky Tonk? Nou, bij Honky Tonk gaan de voetjes van de vloer. Wie hebben we uitgenodigd? We hebben Marit, Jaap en Willem. En zij zijn alle drie, maken zij onderdeel uit van de Hijgende Herten. Lokaal en ver daarbuiten bekend. Dus dak gaat eraf, lekker rocken en uit je dak gaan hier op de dansvloer. Ja, ik zag al een dansvloer liggen daarbinnen. Dat zag er goed uit. Zeker, zal ik jullie even meenemen? Ja.
Ja, daar is die. Ja, de dansvloer van Honky Tonk. Nou, ik denk dat het al zo'n jaar of 50, 60 teruggaat. Dus het is natuurlijk ontzettend leuk om dat met dit festival ook weer in te zetten. Prachtig, ja. Ja, ja. Wat misschien nog leuk is om te vermelden, is dat Marit de moeder is van Noor. Noor is onze vaste barvrouw. En het is natuurlijk waanzinnig leuk dat haar moeder hier komt rocken en de boel op stelte komt zetten. De leadzangeres. De leadzangeres van de aankomende zaterdag. Ja. Kijk, hartstikke leuk. Ook voor Noor. Waarin onderscheidt zich nou dit muziekfestival van alle andere muziekfestivals? Nou, de eerste editie van Blije Oren. Ik denk dat ik het ontzettend leuk vind dat wij als schoolse ondernemers elkaar hebben opgezocht en elkaar proberen te versterken middels de muziek. Dus dat vind ik een heel mooi initiatief. Het is een gratis festival, dus dat is ook mooi. Je wordt verplaatst door de zonnestrein, dus je komt veilig en wel op de volgende locatie aan. En ja, dat maakt het voor mij zo uniek. En van hoe laat tot hoe laat kunnen we hier dansen? Op 3 locaties is tegelijkertijd tussen 4 en 8 de muziek te beluisteren. Dankjewel. Hartstikke leuk klinkt het. We hebben er zin in en tot zaterdag. Oké.